Ja, jongens, meisjes, welkom bij vlog 38 alweer. Ja. Ik hou de tel. Oh, nou, wacht even. Ik hou de tel wel bij. Ja, heel goed. Ja. Ja, jongens, meisjes, het is mijn vakantie en ik snap, die coronacrisis voelt een klein beetje als een gevangenis. Daar willen we natuurlijk uit ontsnappen. Ja, daar willen we graag uit ontsnappen. Dus, gaan we ook doen. Gaan we ook doen. Yes. En vandaag voor jullie 3 tikspelletjes. Nou, let op, daar komen ze. Wij gaan even ontsnappen en dan zijn we zo bij jullie. Spelletje nummer 1. Dit kan heel goed op de plafuizen of op de pakketvloer. Meester Leon gaat op zijn rug liggen. Ik sta bij zijn voeten. De voeten nog maar even op de grond. Ik denk dat ze ruiken een beetje. Ja? En ik ga proberen om meester Leon heen te bewegen om hier zijn hoofd aan te tikken. Sla niet een gat in zijn kop, maar gewoon alleen maar aantikken. Ja? Ik mag niet dwars door het midden. Ja? Dat is verboden. Maar meester Leon die mag wel verplaatsen. Oh ja, en ik mag hem niet vastpakken. Mag hem ook niet vastpakken, dat is verboden. Dus zonder vastpakken, ga je proberen. Er wat heen. Maar zo, meester Liam mag niet schoppen. Tikkie. Ja, en als ik meester Liam zijn hoofd heb aangetikt, dan ben ik aan de beurt. Lukt het nou niet binnen een halve minuut, mag je ook wisselen. Beter nog eentje. Nou probeer je niet mijn hoofd aan te tikken. Nou probeer je mijn voet aan te tikken. Ja, 3, 2, 3. Voor mij heb je weg. Ja. Meester Liam is zo goed. Het tweede spelletje van vandaag. Pak je elkaar met de rechterhand niet. Gefeliciteerd met je verjaardag. Maar hij is niet jarig. Maar je pakt elkaar aan de pols. En dan ga je met je vrije hand ga je proberen de ene of de andere knie aan te tikken. Ja? 3, 2, 1. Let's go. Oké, okay. En let op dat je niet te krom gaat staan. Klunk. Anders heb je een helm nodig. Ja, jongens en meisjes, voor het derde spel zoek je een paar medegevangenen op. Hey, jongens, kom erbij. Kijk, dan ga je met z'n allen in een rondje of in een vierkantje staan. Je houdt elkaar vast op de armen, op de schouders. En je probeert elkaar stenen te tikken zonder dat die van jezelf getikt worden. Ja, jongens en meisjes, dit was hem weer, vlog 38. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden, dat jullie het weer leerzaam vonden. En dat jullie er met wat medegevangenen mee aan de gang kunnen. Ja, en ook al voelt de coronatijd soms als een gevangenis, dat is het niet. Dus ik zou zeggen, geniet weg ervan. Met die tralies, ja, dat zou ik zeggen. Ja, met die tralies. Ja. En bekijk weer andere filmpjes, abonneer op je terugkijken. Kanaal. Ja, we zijn meer dan filmpjes. En stuur filmpjes weer, ja. Weer op. Ja, dus. Gewoon doen, komt er weer een leuke compilatie van jullie eigen. Hey, tot morgen.